Assalamu alaikum, beste broeders en zusters. Vandaag neem ik jullie mee op een Ramadan doemeedag die we gaan organiseren op ons werk. En inshallah zullen we daar iets vertellen over de heilige maand Ramadan. Er zal ook een presentatie zijn over de gezondheidsvoordelen van het vasten. En na afloop zullen we natuurlijk een heerlijke iftarmaaltijd hebben. Dit hebben we georganiseerd samen met een paar mensen van HR. Dus inshallah wordt het een succes. Ik neem jullie graag mee met de meedag. De volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. En dat was voor mij eigenlijk altijd, sinds dat ik jong ben, mijn favoriete vers, want dit motiveert mij altijd om elkaar te leren kennen, zoals het staat. We begonnen de presentatie met het uitleggen van onze intentie van de avond. Daarna hebben we uitleg gegeven over enkele basisprincipes van ons geloof, de betekenis van de heilige maand Ramadan en met name het doel ervan. Hierin hebben we dus id, super-id en de ego-psychoanalyse gebruikt van Sigmund Freud, in vergelijking met de nefs die we willen controleren. Wat volgde was een super interessante interactie, met vragen en meer uitleg. Als je je nefs, oftewel als je je slechte kant van je ziel, maar laat vieren, dan gaat het onkruid groeien, ook in jouw hart. Dus de gedachte achter bepaalde rituelen is dat je dan, bijvoorbeeld gebed, 5 keer per dag, natuurlijk begrijpen waarom we bidden, maar het feit dat je dat doet is, het aspect dat je eigenlijk gedurende de hele dag heen, continu jouw ziel in de gaten houdt en continu jouw ziel voedt. Maar dank u wel voor die toevoegingen. Sommige zaken zien wij direct de logica in en andere zaken weten wij niet. Maar wij geloven wel dat God daarin een bepaalde, het Arabisch zegt, een hikme of een wijsheid heeft. Dus als reiziger, als je geen vaste reiziger bent, ik reis bijvoorbeeld elke dag van mijn werk naar thuis, dat is meer dan een x aantal kilometer, dat betekent dat ik normaal gesproken mijn vaste moet verbreken, maar omdat ik een vaste reiziger ben, hoeft dat niet. Dus daar zitten bepaalde details in. Maar over het algemeen is het zo dat iedereen natuurlijk de vrijheid heeft om zijn geloof te beleiden of niet te geloven, überhaupt. De regels zijn duidelijk dat het vasten verplicht is. En de geleerden geven aan, bij deze aspecten hoef je niet te vasten. Maar wat interessant is, dus stel je voor iemand is oud, heeft diabetes, die vast niet. Kan hij dan wel meedoen aan de Ramadan? Ja. Waarom? Het doel van de maand Ramadan, wat je zegt, is, zoals het Arabisch gezegd in de Koran, la'allakum tattaqun, zodat jullie vroom worden, zodat jullie taqwa verkrijgen. En daar is vasten geen doel, maar middel om een beter mens te worden. Ja, dus de jurisprudentiële kant is dat je verplicht bent om te vasten, behalve dit. Maar het betekent wel dat als je niet mee mag vasten, dat je dan wel de maand Ramadan niet voor niks is. Dat van God, want de maand Ramadan zien wij als de maand van God. Wij zijn daar gasten van God. Dat is zijn maand. Dus daarin zijn we gasten. Hij zegt, de maand van God heeft jullie benaderd met zegeningen, genade en vergeving. In de ogen van God is het de beste van alle maanden. En de dagen zijn de beste dagen. En de nachten zijn de beste nachten. En de uren zijn de beste uren. Omdat dus God blijkbaar deze maand met extra vergeving en genade heeft gezegeld. En daarin zegt hij dat voor een vastende moslim zelfs het ademen is al alsof je God prijst. En jouw slaap is een daad van aanbidding. Normaal gesproken is dat het echt niet. Maar in de maand Ramadan, als je vast, en vastende wordt zo hoog gezien door God, dat zelfs als je slaapt, is dat een daad van aanbidding. En daarin zegt dus de profeet van je daden worden geaccepteerd en je gebeden worden verhoord. Dus het is daarom zie je dat moslims extra bidden. Niet omdat het spelletje is van yes, ik ga nu bidden voor een Lamborghini en ik krijg die morgen. Nee, zo werkt het niet. Maar als algemeen zit daar dus een filosofisch aspect in, dat je dus tijdens deze maand een soort van trainingskamp hebt voor jouw ziel, zodat je de rest van het jaar daarvan kan, de profijt ervan kan hebben. Het geven van voedsel aan anderen is heel belangrijk tijdens, altijd, maar vooral tijdens deze maand is het nog belangrijker. Ze worden gemotiveerd om nog meer te geven aan anderen, maar zeker ook met het, we gaan zo een iftar nuttigen. Wat is een iftar? Iftar betekent eigenlijk het verbreken van je vasten. Dus in de islam is het dus heel erg aangeraden om anderen, als je in de moskee zit, om anderen de eerste daden te geven. Want je krijgt dan een extra beloning omdat je hen hebt geholpen om het de vaste te verbreken. Dus wij zeggen ook altijd, degene die kookt thuis, nou dat zijn over het algemeen vaak de moeders, kan ook de vaders zijn. Maar die zeggen we van, die gaan sowieso de hemel in. Want die zorgen elke dag ervoor dat al de vastenden hun vasten kunnen verbreken. Zo hoog wordt het gezien, het geven van voedsel aan anderen. En de profeet zegt, al is het een dadel, al is het een slok water, geef dat. Er zit blijkbaar heel veel genade in deze maand. En het belangrijkste is, wie zijn manieren tijdens deze maand verbetert, dus de omgang met anderen, die zal de hemel betreden.
Dus in essentie is dat ook een heel belangrijk aspect van deze maand. Zo zien we dus, kort samengevat, dat er dus op verschillende manieren de mens wordt aangeraden om zichzelf te verbeteren. Zijn nefs onder controle te houden en een beter mens te worden. Het is een feest. Zoals kerst ook een feest is dat mensen bij elkaar komen, hebben we dat ook met vanaf nu dus niet meer suikerfeest, maar Eid al-Fitr. Mensen gaan naar de moskee om te bidden. Daar betalen ze verplicht een bepaald bedrag per gezinslid. En het hoofd van het gezin is verantwoordelijk om dat te betalen. Wat interessant is, dat moet dus betaald worden voor een bepaalde tijdstip. En de gedachte daarachter, waarom? Zodat de armen ook kunnen genieten van deze feest. Ook kunnen genieten van deze dag. Want het is een dag van feest. Het is 3 dagen lang eigenlijk feest voor de moslims. Maar goed, de armen behoeftig, die hebben geen cent om uit te geven. Dus het is verplicht voor de moslims om dat in de ochtend, voor de middaguur eigenlijk, te geven. Zodat dus de armen behoeftigen die geld ontvangen op die dag en ook een leuke dag kunnen maken voor hunzelf. Wij zien het wel als een naam van God. Dus Karim, hij is barmhartig, hij is vrijgevig. En sommige mensen heten misschien hier Karim, dat kan. Maar in essentie zeg je dus een fijne Ramadan. Ramadan Mubarak. Een gezegende Ramadan. Ramadan Karim. Dat is dus, ja, Arabisch eigenlijk. Ja? Maar ik ben ook verbaasd dat jullie het hebben over God. Allah is de Arabische woord voor God. Ja, dus zeg maar, christelijke Arabieren, die hebben het tijdens in de kerk over Allah. Ja, en als je teruggaat naar het Hebreeuws, Ilahim, dergelijke. Dus het stamt af van het Semitische achtergrond. Ja, dat is de woorden die, dus of je nou christelijk of joods bent in het Midden-Oosten, dan zeg je eigenlijk. We geloven dat de volgers van Mozes in die tijd waren de echte gelovigen van die tijd. Wij geloven dat God toen een nieuwe boodschap heeft gestuurd. In de vorm van Jezus Christus. Dat wordt natuurlijk bij de christenen gezien als de zoon van God. Onderdeel van de eenheid. Wij geloven dat de volgers van Jezus Christus in zijn tijd de gelovigen waren. En toen gaf God de laatste profeet en boodschapper aan de mensheid. Die de geloof van God aan de mensheid compleet maakte. En dat was profeet Mohammed voor ons. Dus, maar wij erkennen dus zeer zeker dat er andere geloven zijn. Dat wordt ook in de Koran nadrukkelijk genoemd. Ja? Oké. Okay. Nou, ik wil iedereen bedanken. Mijn collega en leefstijlapotheker heeft het volgens gehad over de gezondheidsvoordelen van het vasten. Oftewel, wat doet het vasten met je lichaam? En we sloten natuurlijk af met een heerlijke iftarmaaltijd. De mensen genoten van de dag, genoten van de gezelligheid en genoten van de informatie over de maand Ramadan en ons geloof. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ramadan.